Lieve mensen, welkom weer bij een gloednieuwe video. Is ze weer? Ik heb een bril op, dat is helemaal niet de bedoeling. Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan fantastische dingen doen. Nogmaals, wil je abonneren? Maak je kans op deze Sprite. Echt waar, maak kans op de Sprite. Moet je doen, is lachen. Ik had trouwens beloofd om zondag, ik had het ook al op YouTube gezet. Ik had beloofd zondag na elk potje Weekend League een shotje. Gaan we een klein beetje variatie in gooien. Maar dat kon dus niet afgelopen weekend, omdat ik aan de lopende band flessen drank had besteld. 5 centiliter flesjes. Zijn niet aangekomen. Dus we gaan het verplaatsen naar volgende week. Kom helemaal goed, wordt helemaal leuk. En tromgeroffel. We hebben een tweede kanaal, wat we gaan doen. We gaan een tweede kanaal starten. En we gaan dat hebben over puur en alleen maar Instagram vrouwen. Alles. We kunnen ook eventueel TikTok vrouwen, maar we gaan... Nee, dat is niet waar. We gaan het hebben over geld. En we gaan het niet alleen hebben over normaal geld. We gaan het ook hebben over aandelen. We gaan het ook hebben over crypto. Want wat is er nou momenteel een beetje gaande? Ik zie meerdere YouTubers, zie ik het om me heen, zie je bezighouden met geld. Zelf heb ik ook aandelen. Zelf heb ik ook Bitcoin. Ik heb het al een tijdje. Ik heb het echt al, daar praat je over wel meer dan een jaar. Dus ik heb er ook geld mee verdiend. Een leuk bedrag, zeker. En dat heeft er ook in geresulteerd dat ik andere dingen kan doen, maar daar kom ik later bij jullie dan weer terecht. Superleuk, gaan we het even over hebben. Super lachen. Ik zie heel veel mensen om me heen, echt ontzettend veel mensen, die zie ik van, oh, een winst gemaakt, want ik ben al jaren in Bitcoin en ik heb aandelen gekocht, want ik zat een Tesla 5 maanden geleden en ik heb nu al 300% rendement gemaakt en dat soort shit. En weet je wat het voor mij een beetje is? Alles, zowel aandelen als crypto op het moment, alles gaat dit. Echt letterlijk alles. Ja, bijna alles. Maar, en waar ik me dan ook een beetje aan erger, dan is dat weer realistic. Ja. Oké, ja, kan ik bijna niet anders. Cardano is voorbij de $1. Heerlijk dagje vandaag. En dan gaat hij de afkortingen van de cryptocurrencies. Hij zit dus volgens mij niet zo erg in Bitcoin. Dus hij is Cardano, VeChain, bla bla bla. Allemaal de plus. Realistic maakt ze ontzettend veel geld. Maar hij had getweet iets meer dan 1 maand geleden. Lekker bezig man, zit je nog een crypto? Nee man, speculatief. Ben erachter gekomen dat ik liever in aandelen investeer. En dan post hij dit soort dingen. En natuurlijk, het is ook als influencer super leuk om het dikke auto te hebben, om een groot huis te hebben en om allerlei mooie dingen te hebben waarop mensen denken, oh, die verdient echt veel geld. En dat is gewoon leuk, want mensen vinden dat leuk om te kijken. Dus ik snap het ook wel. Maar we moeten wel realistisch blijven. Waarom zou je investeren in Bitcoin? Waarom zou je aandelen kopen? Als je in Bitcoin of in crypto investeert, hoe kan je dat dan veilig houden? Want ik ken bijvoorbeeld ook mensen die hun wachtwoord kwijt zijn geraakt. Of je kan het bijvoorbeeld bij Coinbase. Dat is een platform waar je crypto kan kopen. Hun account is gehackt. En dan heb je alles staat dus op het internet. En als je nou een account gehackt hebt, dan is het niet meer voor jou. Want sterker nog, als jij bijvoorbeeld, ik ga er niet te diep op in hoor, lieve mensen, maar als jij bijvoorbeeld geld hebt op je account van Coinbase, Binance of wat dan ook, dan is het niet voor jou. Dan is het gewoon niet voor jou. Heel veel dingen. Maar we gaan ook bijvoorbeeld praten over gokken, lieve mensen. Dan gaan we gewoon even elke één dag in de week of zo gaan we gewoon lekker volledig totes plaatsen en gaan we gewoon lekker wedstrijdjes kijken met onszelf. Dat gaan we niet hier doen, in deze setting. Dat gaan we ergens anders doen, maar... Wat gaan we nog meer doen? Ja, we gaan het gewoon over nieuws hebben. We gaan ook met YouTubers praten. Wat doen jullie met je geld? Wat zou je adviseren? Gewoon lullen. Het is geen financieel advies, maar we gaan gewoon lekker lullen over geld, omdat ik dat zelf heel erg leuk vind. En ja, FIFA, dat kan ik niet meer. Met Weekend League elke 3 dagen in de week en zo. Dat vind ik allemaal niet zo heel boeiend. Dus we gaan het een beetje leuk maken. Maar nu komt het leuke. Jullie mogen dus bepalen wat wordt de naam van mijn tweede account. Is best wel lachen om over na te denken misschien. Dus laat het even weten in de comments. Welke naam moeten we hebben? Ook gaan we natuurlijk hebben over aandelen. Dat is bijvoorbeeld de Giro. Daar doen we dat dan op bijvoorbeeld. En we gaan het hebben over die Tim. Hoe dom is hij nou werkelijk? Oh god, daar gaan we weer. Ik controleer alles. Deze man is ook... Gebeurt hier allemaal. Hij wordt zo doodgefokt. Lieve mensen. Dus laat even weten in de comments. Dan gaan we het echt een leuk tweede kanaal van maken. En ik ga jullie ook nog vertellen over wat er allemaal gaande is in mijn leven. Wordt super leuk, lieve mensen. Maar we gaan het echt over allerlei leuke dingen hebben. Wordt echt super tof. Eerst even dit. We hebben namelijk nog wat aardig wat fit packs. Wordt lachen. Wordt leuk. En mijn Weekend League hebben we niet volledig afgemaakt. Maar daar kunnen we wel even naar kijken. Dus we gaan het even doen. Kijk, hier zo. Dan gaan we even... Oh, zie je zo? Nu opnemen. En dan hebben we hier fantastische pakketjes. En dan zal ik jullie even laten zien wat mijn OP-team is. Maar dat is niet te doen hoor. Even kijken. Transferlijst. We gaan even naar winkel. We hebben echt zulke lekkere goede pakketjes. Want we hebben namelijk 2 Future Stars goodie bag. Fantastisch. En het zijn dus niet alleen maar Future Stars. We beginnen met een zeldzaam goudpakket. What the fuck zou dat kunnen zijn? Ik weet het niet. Het is bizar. Het is leuk. Wat kan het zijn? Is het dan iets zieks? Het is helemaal koud. Het is wel een boordspeler. Fuck. Oké, daar gaan we. Een Future Stars goodie bag. Wat is het dan? Ik weet nog geen. Ik heb nog geen één keer gezien dat het bij iemand ooit goed was. Het is wel een walkout. Het is een free speler, denk ik. En het is.
Torreira, wat zijn we daar blij mee. Mensen, laten we gelijk die andere doen, want ik weet het ook niet meer. Het is zo slecht. Ja, Torreira, ik denk letterlijk, het zou knap zijn als wij bij de volgende weer ont... En het is nog ineens een walk. Het is een 1-2. Oh mijn god, het is een Braziliaan. Het is een CM. En het is... Oh, lieve mensen, Rafinha Headliners. Rafinha Headliners. Nou, voor zover de leuke pakketten. Voor de rest zit er niet heel veel in, maar we kunnen alvast even een potje FIFA spelen. En dan kunnen we er ook wel even een lekker shotje uithalen, hopelijk. Mensen, op dit moment, ik heb FUT Racket. Wat is het? Racket Breaker Card. Mbappé heb ik gehaald. Nou, mensen, aans mijn kinderen. Dat is een goede kaart. We gaan op dit moment gaan we 15 om Uno. En mocht ik deze pot winnen, dan gaan we het eventueel afmaken. Zo niet, doen we het ook echt absoluut niet. Want ja, weet je mensen, het is voor mij is het nu ook al zondagavond. En ja, weet je, dit is gewoon niet fijn dit. Dit moet je gewoon niet hebben. Oh, wat heeft dit? Nou, dit moeten we wel kunnen pakken. Dit is één ding wat zeker is. Mensen, let's op. Vrouw, kinderen overboord. We gaan pakken hoor. Komt je maar. En daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Clarence. Clarence, hou me vast. Oh, 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 oh. Ik ben ook zo ongeduldig wat dat betreft. Ik heb nog alles zonder een goal. Mensen, ik ben erachter gekomen dat ik echt geen fan ben van die fucking Pope. Die kan er helemaal gekloten van. Haha! Ah, die Mbappé is goed hoor, mensen. Hou je van, hou me vast. Hou me vast, laat me los. Ik vind die Koundé zo vervelend. Ik ben blij dat Dortmund er een eind aan. Oh my god. Waarom staat Pope nog steeds in? Die heb ik eruit gehaald, jongen. Dit is zo corrupt. Pope, die heb ik eruit gehaald. Ik ben zo slecht. Het is ongelooflijk. En ik stap ook weer in, jongen. Echt, ik ga dat shotten. Ik ga dat shotten. Dat is niet te doen. Ik moet nog 3 goals maken. Haha! Goed. Die Mbappé, omdat hij die shooting geboost heeft, dat is niet normaal. Dat is echt een illegale kaart, die FUT Racket Breaker. We gaan deze nog winnen, lieve mensen. Dan gaat die Mbappé. Pas een brei. Dat zie je, ik wist het. Ik zie je we winnen het uiteindelijk altijd, weet je. Altijd. Ik ben nu zo goed tegenwoordig, dat is niet normaal. Moeten we gaan verlengen. Wie heeft daar nou zin in? Nou, Jean in de achtervolging. Schop je hand er maar heet. Oh. Oh, oh, oh. Het is ook ongelooflijk. Wat een grafspel is dit ook weer. Niet op de grond liggen, we hebben nog 20 minuten. Doen! Tuurlijk! Kylian is even ook popopgon, natuurlijk. Ga nog winnen, mensen. Yo, Jesper, tijd voor een video voor dinsdag. Ik ben hem nu aan het opnemen, dus waarschijnlijk heb je het ook aan de camera. Ik ben nu een potje aan het verliezen, dus ik moet... Oh! Nee, shit. Kutzooi, nou, dan weet je dat in ieder geval. Oké, joe. Kutzooi. Ik was een spraak mee aan het doen en ik ben leeg. Wat doet hij? Wat een sukkel. Wat een lul. Oh, Sean. Oh, oh. Ik jankt hem over de zijlijn heen. Oh, Sean. Kutzooi, penalties. En die verlies ik echt altijd. Nou, moeten we een flink shot nemen van deze? Of gaan we penalties nemen en gaan we ook nog soort van winnen? Eerste, altijd stiften. Eerste is altijd stiften. Dat is lekker. Goed begin. Lekker begin. Dat is goed. Dat is lekker. Voelt goed. Zo zonde als je dan links altijd... Tuurlijk. Tweede stifter, dat verwacht hij nooit. Tweede stifter, dat verwacht hij echt. Ach, dat verwacht hij ook. Ja, weet je, dit is gewoon zonde. Dit is gewoon zonde, want ik heb het idee dat hij nu weer rest gaat doen. Ach, en dan doet hij hem wel in het midden. Ach, wat ben ik toch ook een ongelofelijke paardenlul. Nee, maar we kijken even helemaal links. Dat hoofdje helemaal naar links. Kijk, dan doen we even naar links. En dan doen we alsnog. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Kut zo, ja, dat weet ik niet. Dan doe ik hem wel voor links. Ah, oh, nou precies. Ja. Weet je, ik begin alvast. Ik blijf al staan. Zoek het uit. We hebben nog een kans. Stiften. Ah, kut, sorry. Nou, mensen, lieve... Ik laat het af. Ja, jongens. Volgende weekend league gaan we shotten. Mensen, fijne avond.